Cruijff is 50. In 2,5 uur schieten leven en werk van Cruijff voorbij. Eerst de jeugd van het fenomeen uit Betondorp. Vanaf 8:55 zijn verhouding tot scheidsrechters. Om 8:50 de getuigen van het geniale voetbalmens. En om 9:55 zijn verrichtingen in Oranje. Op zo'n 200 meter van het Ajax-stadion wordt hier in de Akkerstraat op 25 april 1947 Johan Cruijff geboren. Voetballen leer je op straat. En dat kan in de jaren 50 in Betondorp. Geen auto's, poortjes, muurtjes. Het had altijd een bal bij zich. Hij was nooit zonder bal. Onder tafel thuis zat hij met de bal. Onder zijn voeten. Naar school ging hij met de bal onder zijn voeten. Op school zat hij met de bal onder zijn voeten. Dus ja, dat is Johan en de bal en de bal en Johan. Müller. Huninga. En dan Cruijff, nu op een dieptepaas, vrijgekomen. Cruijff in de 24e minuut. Nog altijd Cruijff. En het is een goal, het is een goal. Een schitterend doelpunt in de 24e minuut van Johan Cruijff. Schitterend. Als kind al is Johan Ajaxiet. Vader Manus en broer Henny zijn lid van Ajax. En natuurlijk wil Johan een beroemde voetballer worden. Faas Wilkes is zijn grote held. Als het regent wordt er de hele dag gekopt onder het poortje van de Weidestraat. Johan en zijn vriendje Wim van Laar. Vanaf de kleuterschool voetballen ze elke dag. De een is Ajax, de ander DWS. School is een hinderlijke onderbreking. Voor de school begint, in de pauze, tussen de middag, na school en na het avondeten. Daar gaat het om. Ja, dit was dan het, ja, het hoofdveld. Johan de kleinste. Twee keer scoort hij bijna. Eerst een schot tegen de paal. En dan een redding van de keeper. Johan begint op te vallen. Maar de jeugdbobo's zijn kritisch. De secretaris schrijft in het clubblad, speciaal aan Ger Splinter en Johan Cruijff: voetbal is een teamsport. Alle 11 spelers willen graag de bal spelen. Geef dat ding eens af. Nou, ik leerde ze juist pingelen. Verbood het niet. Maar het waren zulke goede voetballers. Die wisten precies op het moment dat ze een bal af moesten geven. En deden ze dat ook. Ze gingen niet door de gekkers defensief heen. Nee, ze bekeken het hele spul. En dat is juist met talentenvoetballers. Die zien dat, die weten precies wat het te koop is. Jani van de Veen was ook, die was daar toch een meester in om het team te begeleiden. Die riep het team bij elkaar en begeleiden het team ook. Die liet dus niet merken dat één speler belangrijker was dan de andere speler. En dat was een hele goede begeleiding was dat. Dus Johan kreeg ook niet het idee dat hij in die groep een buitenbeentje was. Wim Suurbier en Barry Hulshoff spelen ook in het landelijk jeugdteam van Ajax. Johan, nog steeds de kleinste, is dan al de beste. Weergeloos langs de lijn, binnendoor, buitenom, dat maakte hem allemaal niet uit. Hè? En hij was ermee bezig. Het was dus niet zo dat hij, als het spel zich niet in zijn richting ontwikkelde, dat hij dood in de lijn stond of zo. Nee, hij was altijd met 2 keer 3 kwartier gewoon heel geconcentreerd met die wedstrijd bezig. Dat had hij heel erg sterk. Dus het was niet zo, toen al niet zo dat hij alleen maar aan de bal iets deed. En dan, wat heb ik een mooie actie gemaakt. Nee, hij was ook bezig met van, jij had daar moeten staan. En ik had die bal eerder moeten hebben. En jij had veel eerder in moeten spelen. En als ik daar kom, dan moet jij daar naartoe. En daar was hij altijd al die tijd al mee bezig. En dat pikten jullie? Nou, we hoorden dat aan. En Johan, op, en dan gingen we weer verder. In 1964 wordt de jeugd van Ajax landskampioen. Het
Het fijnste was altijd in die tijd de toernooien. De toernooien was een Feyenoord-toernooi, ADO-toernooi en het Blauw-Wit-toernooi. Er waren schitterende toernooien met buitenlandse ploegen, Duitse ploegen en vooral Engelse ploegen. En daar deden wij onze eerste internationale ervaring op. En dan zag je in die wedstrijden, zag je natuurlijk tegen fysiek hele sterke tegenstanders, heeft Johan natuurlijk wel heel veel geleerd om dat te ontlopen. In zijn snelheid, in zijn behendigheid. En daar heeft hij natuurlijk ook een stuk gevormd. Want het waren echt zware ploegen. Vooral die Engelse ploegen waren toen op hoog niveau. Internationaal waren die ook heel erg sterk. En daar handhaafde hij zich. Hij scoorde dan ook de doelpunten. En dan waren de uitslagen niet zo groot. Was het 0-1 of 1-0 of 2-1 of 2-0. Dus er waren geen hoge uitslagen. Maar ook daarin was toch echt op een gegeven moment beslissende factor echt wat Johan kon. In oktober 1964 debuteert Johan Cruijff in Ajax 1. Het is een vriendschappelijke wedstrijd tegen Helmondia 55. In het elftal van Helmondia spelen Leo van der Linde en Jacques van der Schoot. Zij beleven een historische avond. Johan Cruijff, zover als ik mij herinner, was een heel bewegelijke speler en die mij zo alle hoeken van het veld heeft laten zien. Wat mij in die wedstrijd is opgevallen, dat je een heel goed overzicht had. Dat je eigenlijk in feite nooit naar de bal keek, maar altijd de posities in het veld en of de rechtsbuiten vrij stond. Op 22 november 1964 maakt Johan zijn debuut in het Ajaxstadion. In de eerste helft schiet hij tegen het houtwerk. PSV verliest met 5-0. Johan maakt het vierde doelpunt. Zo slim. Die was zo snel. En die was zo snel met zijn handen. Dat hij was altijd het snelste weg. En dan bleef hij ook. En dat had natuurlijk een fantastische techniek. Maar hij kon het met zijn handen regelen. Dat hij kon het afzetten of net even trekken. En dan was de tegenstander was een beetje uit balans. En dat is alles wat hij nodig had. En hij had natuurlijk het vermogen om als een slang overal doorheen te kronkelen als dat moest. Een klein jaar na zijn debuut speelt Johan zich definitief in het eerste. In oktober 65 scoort hij in het Olympisch Stadion tegen DWS 2 keer. Langzaam wordt de naam Cruijff een begrip. Ik raakte geblesseerd, dus Johan erin. Een maand later, ik was nog steeds geblesseerd, een maand later is Ajax Feyenoord. En een van mijn kennissen van mijn Feyenoordperiode was naar Ajax Feyenoord geweest. En die komt bij me thuis, na de wedstrijd. En die kijkt me aan. Hij zegt, Henk, dat zal toch moeilijk worden, jongen, voor jou, om dat tekje terug te komen. En toen keek ik mezelf niet. Ik denk later, je hebt toch gelijk gekregen, want op die plek ben ik nooit meer teruggekomen. Nee. Maar toen ben ik anders gaan voetballen. Nog steeds is hij de kleinste en de jongste. Het mondje staat nooit stil, maar af en toe kan hij van de grote jongens nog wat leren. Zwachtels omdoen om zijn enkels, deed hij verkeerd, weet je. Nou, dan zei hij van, Johan, hup, en dat nam je dan ook allemaal wel aan, hoor. Met een scorende Cruijff wordt Ajax bij Twente uit in 1966 landskampioen. Ook de volgende twee jaar is het feest in de kleedkamer. In de competitie scoort Johan de eerste drie jaar 76 keer. Johan Cruijff wordt een bekende Nederlander. En het is een voorrecht van de ambtenaar van de burgerlijke stand om als eerste jullie te mogen feliciteren. In de toekomst speelt Cruijff voor twee. En dat betekent dat Ajax een geduchte tegenstander in de toekomst voor iedereen zal zijn die kampioensaspiraties heeft.
heb zoveel van Johan kunnen leren. Als je alleen maar naar hem keek op de trainingen, hoe hij dingen, dat ging alles zo makkelijk. Of dat er voor hem helemaal geen moeite kostte. Met beide benen, dat meelopen, het ontwijken van tackles, de situatie vooruit. Zowel met links als rechts de boogballen geven. Hij legt ze gewoon daar neer wat hij tegen jou voor die tijd zegt. Dat is ongelooflijk. Hij ging diep, hij kwam naar je toe. Het was een ideale figuur om mee samen te spelen. Ja. Ja, je moest hem wel begrijpen, want hij kwam wel eens naar je toe. En dan gaf je hem en dan was hij ondertussen alweer weg. Weet je, dan was hij ondertussen alweer diep. Dus dat gebeurde ook wel eens. Maar je kon fantastisch met hem samenspelen. Ja, het was ondanks dat hij individueel zo groot was, was het ook een teamspeler. Ja, kijk, jongen, wel voortdurend winnen. Welke partij ook. Dat zeg ik net, als het om kaarten ging, om biljarten ging, of om pijltjes gooien ging. Hij wil altijd winnen. En als je dan een voetballer was, dat was dan veel erger natuurlijk. Of nou voetbal, tennis of een klein partij, groot, maakte het niet uit. Als 4-0 was, dan moest het 8-0 worden. Kijk, dat had hij altijd in zich. En dat krijg je dus mee. Terwijl je dus, ik persoonlijk van nature, toch wat makkelijker ben. Is 3-0? Ja, oké, is 3-0. Weet je, gaat goed? Gaat goed. Maar Johan streeft altijd naar iets meer. En dat krijg je dan toch mee. Hij trok jullie mee? Ja. En hij was natuurlijk de bindende factor bij ons. Kijk, de grootheid van Ajax in die periode was dat je fantastische voetballers bij elkaar had. Allemaal, ook zelfs persoonlijkheden, ook leidersfiguren. Maar dat je één had die dan nog weer bovenuit speelde. Dus die en de capaciteit had om een leider te zijn. En ook nog een keer de capaciteit had om het spel technisch zo te doen dat de anderen er nog naar op moesten kijken. Dus dat is uniek. Het eerste grote internationale succes volgt een paar jaar later. In Londen wint Ajax de Europa Cup voor de landskampioenen. Kruijf is er door, schot linkerbeen. Heeft hem nog steeds, draait om iedereen heen. Fantastische momenten. En nog niet van de bal. Johan wordt gekozen tot Europees voetballer van het jaar. Ben je als een profvoetballer zo blij of als een kind zo blij met de Europa Cup? Nou, dit heeft niks met vak te maken. Dit is alleen maar sportief. Hoogtepunt. Alleen maar blij als een kind waarschijnlijk. Blij is ook het Ajax-bestuur als Johan in 1971 een 7-jarig contract tekent. In 1972 wint Ajax alles wat er te winnen valt. Onder aanvoering van Piet Keizer wordt tegen het Argentijnse Independiente de Wereldcup gewonnen. Geen buitenspel, daar wordt er gescoord. Ja, er is het doelpunt. Johnny Rep. Maar daar kun je niet meer zien. Cruijff is al doorgebroken nu. En dan komt inderdaad van achter de Rep toegelopen. En hier de felicitaties van Tony en Juliana. Voor Piet Keizer, die dan wel niet zijn Ajax-shirt aan heeft. Maar een Argentijn-shirt met nummer 9 en hier de wereldbeker krijgt overhandigd. Het jaar daarna ga je weer beginnen. En dan zie je heel langzaam de leiding uit elkaar. Die krijgen ten opzichte van elkaar hoe het nou moet. En dan krijg je verschillende ideeën. En dan is het dus geen eenmansleiding meer. Dan gaat iedereen leider worden. En dan zie je de groep uit elkaar groeien. Hoe werkt dat in de praktijk bij jullie, bij Ajax? Ja, de acceptatie ten opzichte van elkaar was minder. Je ging minder in dialoog, je ging minder in confrontatie, je ging minder in... En als een confrontatie was, wat regelmatig toch voorkwam, dan waren die confrontaties harder ten opzichte van elkaar. Ze werden gemener, ze werden dus je kreeg meer op de man gespeeld in plaats van dat het elftal belangrijker werd, werden de personen belangrijker. Ja, en dan als de persoonlijke belangrijker worden, gaat het ten koste van het collectief. En dan zag je ook iedereen langzamerhand uit elkaar groeien. En dan had je ook geen gezamenlijk doel meer, want het doel had je nog. Er was geen doel meer, want we hadden alles al bereikt. Dan worden de geruchten steeds sterker dat Johan, inmiddels aanvoerder, naar Barcelona gaat. Caro's Brandpunt gooit er samen met Johan een 1 april grap tegenaan. Ik heb zojuist uit Barcelona gehoord dat u daar komt voetballen in het nieuwe seizoen. Wat is uw commentaar erop? Ik heb er geen commentaar op. Het schijnt dat u het nieuwe seizoen daar gaat voetballen. Meneer Michels zou het allemaal geregeld hebben. Nou, ik heb voor de rest geen commentaar op. Maar morgen zou u het contract gaan tekenen in het Ajax-stadion. Het Ajax-stadion? Ja. Ik heb er geen commentaar op, want die kinderen hebben het een beetje koud. De transfersom zou 3 miljoen gulden zijn. Is dat juist? Zo. Is dat juist? Ik heb geen commentaar op.
Maar u ontkent toch niet dat u naar Barcelona gaat, hè? Want dat... ik heb geen commentaris, de feiten, kind. Ja, maar het is officieel bekendgemaakt. En waarom zegt u nou niet dat het gewoon zo is? Want het is gewoon zo. Ik heb wel geen commentaar. Maar u heeft ook Spaanse les, weet ik. Ik ga dus in Spanje met vakantie, maar dat wil ik zeggen. Moeizaam wint Ajax in Belgrado de derde Europa Cup. Nog in de eerste helft leidt de Nederlandse aanval tot een kopbal van Johnny Rep en het eerste en enige doelpunt. Na met die cup, er was een kwart of een halve ronde gelopen. Toen waren Johan en ik de enige nog die met die beker liepen. De rest was naar het middenveld gegaan en was al met andere mensen bezig. En liepen niet meer langs de tribunes toe. Maar toen wisten wij intern eigenlijk al, jongens, nu is het eigenlijk wel gebeurd eigenlijk. In juli 1973 gaat een onderling verdeelde selectie in trainingskamp in een hotel in Twente. Piet Keizer wil weer aanvoerder worden. Johan is het er niet mee eens. Er wordt gestemd. Ik weet wel dat Johan en Piet vooraan zaten. Wij zaten in de zaal zo en we zaten op een klein, staan iets bij, ook een klein verhoging was, geloof ik. En er stond het bord ook, een krijtje erbij, een keizer, streepje, en daar streepje, en streepje. Nou, zo ging dat, werd het opgebouwd. Toen reageerde Johan dus niet bepaald vrolijk. Nee, die was het dus eigenlijk helemaal niet mee eens. En die vertrouwde, die vond het echt een motie van wantrouwen. Na de stemming merkt de eigenaar van het hotel dat er op een paar kamers driftig wordt gebeld. Naar binnen- en buitenland. Vroeger had je die tellers met die drie cijfers. Dus op een gegeven moment zie ik daar 830 of 40 tikken staan. En ik denk, nou, dat gaat mis. Ik moet even iemand van de train, heb ik iemand van de train, de technische staf erbij gehaald. Ik zeg, kijk eens even, hier wordt gebeld op die lijn van Cruijff en van zijn kamer. Straks gaat dat ding op 999 en dan is die nul en dan ben ik 1000 tikken kwijt. En die heeft dat geconstateerd en dat is dan later ook wel goed gekomen. Maar dat was dan wel even er werd veel gebeld de volgende dag. Was ook Vaderonks, die was toen nog trainer van het Nederlands elftal. Die was hier om het middaguur al en die heeft de hele middag met Cruijff toen in het Luttertzand gelopen. En ja, wat ze besproken hebben weet ik niet, maar dat viel dus dan op. Nou, en wat ik dan begreep, Michels was aan de lijn en zijn schoonvader. En er was paniek. Er was paniek. Nou, 14 dagen later. Ik geloof dat hij nog één wedstrijd gespeeld heeft en toen zat hij in Barcelona. Op 19 augustus speelt Johan tegen FC Amsterdam zijn voorlopig laatste wedstrijd voor Ajax. Hij doet nog één keer zijn best. Ajax wint met 6-1. Iedere voetballer heeft twee benen. Dus moet iedere voetballer er één hebben. Een buitenkantje rechts. Toch weet bijna niemand hoe je hem optimaal moet gebruiken. Op eentje na dan. De uitvinder. En Cruijff als verdediger in eigen goal. Cruijff, Johan Cruijff in eigen goal. Cruijff geeft wel ineens. Schitterend. Lerby, 4-1. Cruijff kan doorgaan.
of een wippertje richting Cruijff, die onbegrijpelijk vrij staat en dan natuurlijk scoort. Cruijff. En daar komt van achter toe lopen. Johnny Lijp, hij gaat scoren. Ja, nu is het 3-0. Cruijff. Oh, wat een schitterende goal. En de kop weer van deze man af, nummer 14. Subliem. Grote klasse. Het kan niet worden ontkend. De uiting nummer 14 is al handelswaar in Barcelona, nog voordat nummer 14 zelf zich er heeft vertoond. Eindelijk is Cruijff in Barcelona. En half Barcelona loopt uit voor hem. Beangstigt die enorme druk die hier niet een beetje? Nee, maar we hebben gelukkig wel meer gehad. Ja, het lijkt een beetje op het Europa. Het lijkt wel op het Europa Cup verstijnen van Ajax. Het is wel mooi. Het is hier wat mooier te zijn. Ik wens je wel oprecht sterkte hier. Ja. Cruijff is er wel aan gewend in het middelpunt van de belangstelling te staan. Maar zoveel heldenverering als hier heeft hij nog nooit ondergaan. En dan te bedenken dat hij nog geen bal voor zijn nieuwe club heeft geraakt. Cruijffie is Cruijff geworden, of Cruijff, zoals zijn naam wordt gescandeerd. Meteen al bij zijn eerste training blijkt dat conventies op het gebied van kleding ook in zijn nieuwe omgeving niet aan Cruijff zijn besteed. Cruijff draagt als enige een afwijkend trainingspak. Zijn eerste schijnbeweging in Barcelona zet de handtekeningenjagers op het verkeerde been. Vlak trouwens, wat schijnmanoeuvres betreft, het bestuur van zijn nieuwe club ook niet uit. Pels miljoens de pessetes que tenia cobrar el Cruijff, com que els tenia cobrar després aquí en pessetes, no hi havia problema. Però sí pel traspàs, per la quantitat que anava al Ajax, que era la importació d'un jugador, cosa que no estava prevista a la legislació espanyola, la importació d'una persona estrangera, i llavors gràcies als bons oficis de l'amic Manuel Ortínez, aleshores director general de l'IEME, que és l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera, que ja no existeix ara, però que llavors era un departament del Ministeri de Comerç que cuidava dels problemes de divises, ens va ajudar i ens va facilitar la fórmula, que era fer la importació com si fos un camión, i que en la terminologia del Ministeri de Comerç era un semoviente. I llavors va entrar el Cruijff amb una operació com si s'importés un cotxe o com un semoviente, però, en fi, així es va resoldre i de dir que es va resoldre molt bé. Cruijffs debuut in Nou Camp vindt plaats op een woensdagavond in september. Hij draagt weer het oude, vertrouwde nummer 9. Vol ongeduld ondergaat hij de elftalfoto. Want Cruijff wil nu wel eens wat laten zien. En Barcelona wil niets liever dan Cruijff zien. Cruijff speelt, praat en gebaart alsof hij al jaren het rood-blauw van Barcelona draagt. Zijn rol in het elftal is meteen die van dirigent. En voor het eerst wordt hij gezien als El Salvador. Cruijff is muy bueno. Usted piensa que Cruijff puede ser El Salvador de Barcelona? Sí, desde luego. Zijn eerste goal maakt op de tribune heel wat los. We worden kampioen, luidt de algemene mening. Yo creo que Barcelona con Cruijff gana un 80%. Campeón, siempre, siempre, siempre. Siempre que juegue con Cruijff y sin Cruijff, el Barcelona es campeón. Cruijff voelt zich zo sterk dat hij zelfs een penalty neemt. Hoewel hij dat eigenlijk niet durft. 6-0 wordt het. Met twee goals van Cruijff. De tegenstander in dit vriendschappelijke duel was Cercle Brugge. Vriendschappelijk ja, omdat Cruijff pas na het verstrijken van de transferperiode door Barcelona is gekocht, moet zijn competitiedebuut wachten tot december. Barcelona ligt al aan zijn voeten, terwijl Cruijff er de weg nog amper weet te vinden. Waar is bijvoorbeeld de spelersuitgang? En hoe vind je je auto terug, waarin Danny zit te wachten? Gelukkig is een aantal supporters zo vriendelijk hem de weg te wijzen.
Johan Cruijff mag dan aanbeden worden. Hij voelt zich boven niemand verheven. En het liefst doet hij de boodschappen zelf. Met Danny natuurlijk. Net zoals zijn jaren bij Ajax. Ajax dus. Hoewel Cruijff weet dat hij publiek bezit is en daar ook niet moeilijk over doet, zijn de uren thuis, omringd door familie en schoonfamilie, hem wel zo dierbaar. Van de Nederlandse televisie herinnert Cruijff zich Bonanza, Rawhide en High Chaparral. Maar het meest laat zijn rijstijl zich vergelijken met die van Sam McLeod. De recettes van de vriendschappelijke duels zijn zo overweldigend dat Barcelona het transferbedrag voor Cruijff al lang heeft terugverdiend als hij eindelijk speelgerechtigd is in de Spaanse competitie. Het verleden blijft hem ook nu achtervolgen, maar vlak voor de aftrap blijkt hoe gespannen Cruijff is. De spanning is op zijn gezicht te lezen. In de vriendschappelijke duels werd hij met alle egards behandeld, maar door Atletico Madrid wordt hij natuurlijk geen moment uit het oog verloren. Cruijff is natuurlijk wel uit te schakelen, maar nooit 90 minuten lang. En daarbij komt dat Cruijff bij het uitkiezen van zijn kansen niet de kieskeurigste is. Atletico is verslagen, maar Madrid heeft meer te bieden. Het grote Real. In Madrid nog wel, waar Barcelona zelden wint. Real Madrid Barcelona, partido que transmite en directo desde el Estadio Santiago Bernabéu, Televisión Española. Rexac, eludiendo a Pirri. Marcial, junto a El Netzer, al que desborda. Y gol, gol de Asensi. Cruyff. Y gol, qué jugada asombrosa de Cruyff. Wij spelen dus attractief voetbal. Dat wil zeggen, je gaat dus in de aanval en je probeert er wat van te maken. En dat loopt de ene dag beter dan de andere. En natuurlijk worden er ook fouten gemaakt. Het is ook logisch als je zo speelt. Maar je kan het dus vergelijken. Of vergelijken. Vergelijkingen zijn erg moeilijk. Maar in Ajax is haar periode. Of in de periode van Ajax toen wij daar spelen. Sinds Cruijff speelt, heeft Barcelona iets onoverwinnelijks. Voor het eerst sinds 1960 wordt Barcelona kampioen. Dat gebeurt in Gijón. De andere spelers zijn dankzij Cruijff zo goed gaan spelen dat er zelfs af en toe een goal valt waarin Cruijff geen aandeel heeft. Catalonië viert het kampioenschap als een bevrijding. Sinds Barcelona's laatste titel werd Real 9 keer en Atletico 3 keer kampioen. Maar nu wordt het beste voetbal in Spanje weer gespeeld in Barcelona. Dankzij Cruijff en dankzij Rinus Michels. Voor even de van Nou Camp. Er komt nog een Johan naar Barcelona. Neeskens, oftewel Johan Segundo, Johan de Tweede. De Cruijffs wachten Neeskens op het vliegveld op en ontfermen zich over hem. Ook in het veld is Cruijff als een broer voor deze andere Johan. Let straks op de aai over zijn bol. De verwachtingen in Barcelona zijn, na het kampioenschap en na de komst van nog een Johan, hoog gespannen. De gala-wedstrijd tegen het Braziliaanse Santos, inclusief Pelé hemzelf, beantwoordt nog wel aan de verwachtingen, maar de competitie niet. Het dieptepunt is de spijkerharde derby tegen Espanyol. Barcelona verliest met 5-2 en Cruijff is boos op de scheidsrechter. Hij zegt dat zijn broek ervan afzakt en als de scheidsrechter dat niet direct verstaat, doet Cruijff het voor. Hij krijgt rood. Hennis Weisweiler volgt Rinus Michels op.
De Duitse trainer heeft grote successen gevierd met Borussia Mönchengladbach. Maar al daar viel het op dat Herr Weisweiler slecht overweg kan met verdetten. Hij botste voortdurend met zijn sterspeler Netzer. De geschiedenis herhaalt zich in Barcelona. Weisweiler botst met Cruijff, die tegen Sevilla zelfs naar de kant wordt gehaald. Het is de druppel geweest, omdat er, zoals elke keer dus, stond vrij goed te spelen zelfs. En daar word je eruit gehaald met 2-0 achterstand. Dat wil dus zeggen, er worden 2 voordoederspelers uitgehaald. 2 normaal gesproken, 2 voordoederspelers erbij moeten zitten. Als je dus nog iets redelijks wil halen. En nu worden 2 voordoederspelers uitgehaald voor 2 achterhoeders. En daar worden 2 andere voordoederspelers ingezet, dus dat heeft geen enkele zin. En daarbij de declaraties dat je slecht speelt en wordt op, terwijl het dus pertinent niet waar is, want ik weet zelf best goed genoeg wanneer ik wel en niet slecht speel. War das eine Provokation Ihrerseits, um Cruyff bei Sevilla herauszunehmen? Nein, nein. Ich habe dem Cruyff schon vor einiger Zeit gesagt, Johann, es ist notwendig, dass du bessere Leistungen bringst, auswärts, ganz speziell. Und ich bin sogar bereit, dass du, meinetwegen in der zweiten Halbzeit, wenn es nicht mehr geht, sogar eine Verletzung vortäuschen kannst. Aber das geht nicht. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. De socio's kiezen massaal partij voor Cruyff. Weisweiler is zo van slag dat hij voor het Europacup-duel met Liverpool een verslaggever geheel verkeerd begrijpt. Dat Weisweiler de vraag niet snapte is nog tot daaraan toe. Erger is het dat zijn voorspelling niet uitkomt. Barcelona wint niet met 3-1, maar verliest met 1-0. Een wereld van verschil. Weisweilers dagen zijn geteld. Cruijffs populariteit daarentegen is ongeschonden gebleven. Nu de Duitse trainer van het toneel is verdwenen, kan Cruijff weer vrijuit voetballen. Maar het seizoen is verloren. Niet echter voor Cruijff, die ondanks geruchten dat hij naar Juventus zou gaan, of zelfs terug zou keren naar Nederland, naar Ajax of AZ67, voor 2 jaar bijtekent en met succes de eis stelt dat Michels moet worden gehaald. In de thuiswedstrijd tegen Malaga krijgt Barcelona een met de hand gescoord doelpunt van Esteban te incasseren. Hoewel dit in tegenspraak is met de spelregels, vindt de Madrileense scheidsrechter Melero dat dit doelpunt geteld moet worden. Melero trekt de rode kaart, die hem direct uit de handen wordt geslagen, want Barcelona is op tilt gesprongen. Helemaal als blijkt dat de rode kaart bestemd was voor Cruijff. Cruijff eruit gestuurd. Wereldnieuws is het. Volgens de scheidsrechter, dus niet volgens Cruijff, heeft Cruijff Hijo de puta tegen de scheidsrechter gezegd. Hij wordt geschorst en krijgt een boete van 120 gulden. Kees Jansma vliegt naar Barcelona en krijgt tekst en uitleg van Cruijff. Vooral uitleg. Veel uitleg. Hier is dus de vertaling van hoe de jongen is dus een erg, vrij erg gescheld worden. Heb je het gezegd, begrijp ik eruit? Nee, nee. Ik zeg even alleen de definitie van wat is hoer en jong betekent. In, als je dus Holland zegt, hoer en jongen weet ik van wat, of ouwe hoer, of wat dan ook, iets wat dus dan ook op dat hoer slaat, laat ik het zo zeggen, dat bij ons geen betekenis. Maar hier daarentegen heeft het een hele grote betekenis. Vandaar dat iedereen er dus, dat het een erg scheldwoord is. Je krijgt dus een situatie waarbij dus Cruijff wel of niet een overtreding begaan heeft, dat laat ik nou maar in het midden, maar een overtreding van weinig importantie, waarbij hij dus protesteert, krijgt hij de gele kaart. Dan draait hij zich af en dan is dus dermate kwaad dat hij dus een woord eruit gooit dat ik hier op de trainingen om de 5 minuten hoor. En daar zijn we dus aan gewend. Maar dat betekent dus dat een man dus die drukt zich uit, zijn gram drukt hij dus uit, maar niet tegen die scheidsrechter. Dat is nog heel wat anders als ik dus naar een scheidsrechter toe ga en ik ga dus tegen hem zeggen dit en dat en zus en zo, je moeder en je vader. Dat vind ik een belediging. Ach, wat die scheidsrechter betreft, er zijn mensen die ik waarschijnlijk niet zal leggen en er zijn mensen die mij niet leggen. Dat is een logische zaak. Ik kan dus niet zo erg goed tegen mensen die autoritair doen. Dat doe je zelf ook, hè, als voetballer? Nee, dat is niet waar. Ik vind het van niet tenminste.
Je dirigeert in het veld, je gebaart in het veld. Niet autoritair. Het is gewoon helpen. Het enige is jammer is dat het niet meer te doen, want het is makkelijker als iedereen helpt. Helpen dus. Helpen is het vooral wat Johan voor heeft met al die drukke gebaren. Op de training is hij geen haar anders. Ook daar helpt hij aan één stuk door. De training is leuk, daar wordt niet op je geloerd. In het veld is dat anders. Daar loop je blessures op. Sí, la lesión mismo, su mismo, era mucho de mucha importancia. Solo era un trozo de hueso que tenías que quitar. El único problema es que estaba en un sitio difícil. Quiere decir que hay que entrar, ahí están las venas, los nervios que van por abajo, van por arriba, y hay un trocito así donde tienes que sacar ese trozo de hueso. Cruyff, die altijd gezegd heeft dat hij rond zijn 30ste zou stoppen, houdt woord. Zijn 5e jaar in Barcelona is zijn laatste. Het afscheid is tegen Las Palmas om de Copa del Rey. Hij maakt zijn laatste goal voor Barcelona en ontvangt de beker uit handen van de koning. Weer is een hoofdstuk afgesloten. Bijna door het lot en door God gegeven als je zo'n naam hebt, als je hem commercieel zou willen gebruiken. Kijk, het is een korte naam, het is een krachtige naam, het ziet er op je netvlies ook mooi uit. Het is een hele gelukkige omstandigheid dat Johan Cruijff met die naam geboren is. Ik heb eigenlijk zijn 5 eerste jaren in Ajax meegemaakt. En dat was gewoon een fijne jongen in de groep. En er was niks op aan te merken. Cruijff en Michels sluiten weer een pact bij de Los Angeles Aztecs in 1973. Eén seizoen bij de Aztecs laat hij nog volgen door anderhalf seizoen bij de Washington Diplomats. De Spaanse tweede divisieclub Levante strikt de op leeftijd gekomen verdette in 81. Weer poseert hij met de paarsblauwe clubkleuren. Maar dit keer voor de club uit Valencia. Het doel van de stunt was promotie naar de hoogste afdeling. Maar die missie mislukt. Het avontuur duurt slechts een paar maanden. De ideale terugkeer volgt in december 81. Cruijff en Ajax zijn weer verenigd. Het is direct genieten. Dick Schoenhaker. Ling. Goed naar Søren Lerby. Lerby. Cruijff. Glad, Johan Cruijff. En een weergeloze boogbal. En wat een goal van Johan Cruijff. 21 minuten spelen. Ja, en daar zijn de mensen voor gekomen. Briljant. Søren Lerby. Achtervolgd op bal. En dan let op, Johan Cruijff. Blijft kijken. Glijdt langs Martin Haar. En dan het overzicht van de grote meester. De geschepte bal.
En dit is een juweel, zonder meer. Johan Cruijff, en het bloed zal wat sneller bij hem stromen. Nu al heeft hij aan de verwachtingen beantwoord. Van zulke goals zie je werkelijk niet al te veel. Vandaag gelukkig zo uitgepakt, zoals je dus alleen maar had kunnen gaan dromen. Dat je dus en voor het team kan spelen en voor het publiek kan spelen. Daarom ben ik erg blij mee. En het blijft niet bij één dag. Lerby, Dullehey, Rijkaard. Jansen. Cruijff. Cruijff. Nog altijd Cruijff. Alleen. Cruijff alleen. Ja, ja. Wat zou je hiervan zeggen? Ja, een klasse. Een werkelijk een klasse doelpunt. Een formidabel doelpunt opnieuw van Johan Cruijff. De goal opnieuw van een grootmeester. Hij komt van de linkerkant van het veld. En dan blijft hij bewegen. Dan heeft hij een schietkans, schiet niet. Blijft het overzicht houden. Komt dan op een gegeven moment alleen voor de keeper. En dan een subtiele beweging. Ja, en wie kan zulke goals maken? Zeg het maar. Lingen Mansveld, Mansveld wint. Vrijgespeeld, Cruijff doorkiept. Cruijff kan doorgaan. Cruijff, hij wacht, kijkt en ineens. Oh, met de buitenkant van de voet. Ja, en dat wordt zo langzamerhand traditie. Cruijff, blij. En hij heeft het maar weer gelapt in de beginfase van de wedstrijd. Gaat Johan Cruijff die strafschop nemen? Doet het op deze manier. Olsen, Cruijff, goal. Nou, curieus natuurlijk. Een zeldzaamheid. Iedereen bij Helmond Sport staat elkaar nog even aan te kijken. Cruijff en Olsen. En dan zo een doelpunt. Ajax leidt met 2-0. Heel apart, 22e minuut. Het is bijna een karikatuur. Cruijff wijst, geeft aanwijzingen. Cruijff praat. Praat veel, altijd en overal. Tegen alles en iedereen. Niet in de laatste plaats tegen de scheidsrechter. Dan wil er wel eens een kaart worden getrokken. Cruijff zegt u op de gele kaart. U zag het gebaar van Thomas. Hij praat te veel. Het is het gedrag van iemand die niet al te best tegen zijn verlies kan. Het is iemand die zichzelf wil beschermen tegen aanslagen door, voordat er enige aanslag is gebeurd, de scheidsrechter al te bespelen met andere overtredingen, waarin die steeds de scheidsrechter attendeert van kijk nou eens, dat is toch geen voetballer meer. Hè? Ik denk dat dat ook een kwestie van bescherming voor zichzelf is geweest. Feest. Als je ergens kwam, was een feest, behalve die 8-2 die we een keer verloren. Dat was wel een drama. Maar ja goed, de afloop zei Cruijff gewoon, jongens, niks aan de hand. Volgende week hebben we weer een wedstrijd. Of je nou met 2-1 verliest of 8-2. Terwijl ik vond het echt heel erg. Maar daarna, die periodes, elke wedstrijd waar we kwamen, het was gewoon, ja, we voelden ons al heel sterk. Want dat heb je dan, hè. Je gaat het veld in van, nou, wie doet ons wat? Kijk, dat was ook iets, als ik was verdediger. En als ik ging, hoef ik niet bang te zijn van, joh, als ik nou mijn plaats verlaat, dat ik dan met een tegenstander vrijkom, want dat is ook een bepaalde angst. Als je dus gaat voetballen en met achterhoofd van, joh, als ik nu ga en de bal, en we hebben balverlies en mijn venster vrij, dan ga je al een beetje krampachtig aan het spelen. Maar dat had ik juist, dat jaar had niemand dat. Want als je ging, ja, die bal kwam toch wel. Thank you.
lijkt wel een lijn gelopen te hebben. Ook uitgebeten door al dat kalk steeds. Heel snel weg toen ze zijn goal uitgegaan ten onrechte. Hij stelt dat haast. Roman Cruijff, heel virtuoos. En een kopbal! En hij zit erin! Dat is opzij van Johan Cruijff. Maar om vast de maat te weten gaat hij nog even door. Cruijff hier aan de bal. Daar gaat hij aan. Let u op, daar komt een wippertje. Aankomt daar en het scoort. Prachtig gedaan. Cruijff. Cruijff op snelheid. Paasje is daar van Hanegem en die scoort. 1-0. Derby. Kruijf. Oh, wat een goal. Hoekstra op Kruijf en dan deze bal. Komt hij met die voorzet? Ja, Olsen weer! Oh. Kijk eens. Ai. Ja, en dat is toch weer een moment hoor, om naar te kijken. Van bal die dan maar zo heel nonchalant met de buitenkant komt. En het hart van de defensie wordt neergelegd. En dan is Derby toch maar weer plotseling vrij. De terugkeer bij Barcelona, nu als trainer, wordt in 1988 luid bejubeld. Met deze handdruk begroet voorzitter Núñez een man die het alleen voor het zeggen wil hebben. De macht is aan de trainer en met de spelers deelt hij de voorkeur voor aanvallend spel. Vanaf het begin werkt hij met oude bekenden als Reschak. De Europacup voor bekerwinnaars is de eerste triomf. Van Cruijff is bekende die altijd aan zijn buurman vraagt, heb je een sigaretje? Lineker. Ja, daar is de goal! Zelf een magnifieke goal. Schitterend doelpunt, Johan Cruijff. Kijk hem lachen, het was ook een geniale goal. Zeldzaamheid. Schitterend Johan Cruijff, wat een fabuleus doelpunt. Schitterende goal.
De verhouding tussen Johan Cruijff en het Nederlands elftal was er een van liefde en haat. De conflicten waren talrijk. Mede daardoor speelde Cruijff in zijn carrière maar 48 keer voor Oranje. Voor zo'n speler moet je er minstens 100 bereiken. Zeker uitgaande van zijn persoonlijkheid en zijn kwaliteiten. Ja. Als bondscoach George Kessler Johan Cruijff bij de selectie van het Nederlands elftal haalt. Spelen mag hij dan nog niet. Volgens de medische staf van Ajax is Cruijff te blessuregevoelig. Hij moet wachten op zijn officiële debuut tot 7 september 1966. Op die dag speelt het Nederlands elftal in Rotterdam vriendschappelijk tegen Hongarije. Het wordt 2-2. In de 7e minuut van de tweede helft maakt Cruijff zijn eerste interland goal. Cruijff debuteert zoals het de topvoetballer betaamt. Bondscoach Kessler is een tevreden man. Hij betekent de gewone versterking bij het elftal. En als Johan Cruijff niet speelt, of niet speelde, dan was dat gewoon een verlies voor je elftal. En dat was een verzwakking voor je elftal. Oh, daar wordt Cruijff tegengehouden. Ze tegen de andere in de rug. Wat gebeurt er nou? Cruijff is geïrriteerd door het harde spel van de Tsjechen. De Oost-Duitse scheidsrechter Glöckner wil Cruijff tot de orde roepen. Ik heb de indruk dat Cruijff van het veld wordt gestuurd. Cruijff wordt van het veld gestuurd. Cruijff is de eerste Nederlandse international die de rode kaart krijgt. Wegens het slaan van de scheidsrechter. Nee, van zijn leven niet. Daar geloof ik niks van. Nee, nee. Dat heb ik ook destijds tegengesproken. En Johan was en is een winnaar. Als speler, ook als trainer. Maar hij was zeker ook in die tijd voor zijn leeftijd zeer gedisciplineerd. Anders had hij nooit zo'n goede voetbal kunnen worden. Cruijff trapt duidelijk na. Dat ziet de strafcommissie van de KNVB ook, als de filmbeelden met een vergrootglas worden teruggekeken. Maar het slaan van de scheidsrechter wordt niet bewezen geacht. Cruijff wordt wel schuldig bevonden aan misdraging door gebaar. De straf, uitgesproken door de eigen bond, is 12 maanden niet spelen voor Oranje. Vanuit die tijd en vanuit dat moment was dat een straf waar menig een vrede mee had. Nul eindstand op het bord. Doelpunt Johan Cruijff. Zitten, liggen, op de rug en of op de buik. Ja. In de 2 jaar daarna speelt Cruijff amper in het Nederlands elftal. Oranje is niet populair. Het clubvoetbal voert de boventoon. En dat geldt zeker voor Ajax, dat aan de vooravond van de grote successen staat. De Amsterdamse spelers zeggen vaak af voor interlands. En over Cruijff zijn afspraken gemaakt. Ja, ik moest daar formeel op reageren. Er was een samenspraak tussen de club Ajax en de KNVB. Er was een samenspraak tussen de medische staf van de KNVB en de medische staf van Ajax. Er is nog geen voetbal meer, hè? Waar zit ik, Johan? Oh, god, weer de oude blessure. Ja, wacht even. Ja, dat kan niet zo. Oh ja. En de onderkant. En de onderkant weer. Nee, op de bord. Dit, ja. Oh god, is weer helemaal opnieuw. Heb je daar nou een schop gehad of niet? Hij steekt zijn knieën in je lies. Cruijff heeft een zwak voor Fadrons. En als het maar enigszins kan, speelt hij voor de dokter. Dat ze sympathie voor de man hadden. Dat was ook zo. Ik bedoel, Fadrons was ook een ontzettende aardige man. Daar ging het niet om. Bovendien had hij ook successen gehad. Hij kwam met Tsjechoslowakije, zoals u weet. Hij heeft bij Willem II veel succes gehad, enzovoort, enzovoort. Een wat emotionele man. Ja, gewoon een aardige man. Had Cruijff in die tijd de macht in het Nederlands elftal? Ongetwijfeld. Cruijff ging voorop. Begin 72 vindt Cruijff dat bondscoach Fadrons onrecht wordt aangedaan. Het contract van de Tsjech is bijna afgelopen. En hij ligt zwaar onder vuur, omdat het Europees kampioenschap van 72 niet is gehaald. De KNVB wil van hem af. Maar in en tegen Griekenland wordt, met Van Hanegem en Cruijff voorop, contractverlenging voor de aimabele coach afgedwongen. Een klinkende 5-0 overwinning, met 2 goals van Johan Cruijff. Dat moet genoeg zijn om de KNVB van gedachten te doen veranderen. Wat zou je ervan zeggen? Blijft Fadrons? Nou, daar hebben we dus geen antwoord op gekregen. En dat is ook onmogelijk, omdat het dus
Maar wat voor indruk heb je ervan? Nou, indruk. Mensen, de sectie betaald voetbal heeft ons dus aangehoord. En wij hebben dus onze wensen en onze argumenten naar voren gebracht. En ik dacht wel dat er wel een begrip bestond. En er zal dus op de volgende sectievergadering zal er dus wel een beslissing komen. Vadrons mag blijven, maar krijgt wel Cor van der Hart naast zich. Zo begint Oranje aan de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 74. Bokan kwam terug vanuit Belters buitenspelpositie. En dit is dan de tweede buitenspel. Ja, hij krijgt het goed. Ja, hij krijgt het goed. De druk blijft. Arie Haan. Hulshoff de lucht in. Kans voor Cruijff. Schot. Goal. Keizer. Keizer van Paas. En de schot en de goal. Nou. Johan Cruijff. Neeskens aan de bal. Daar is de voorzet. Het komt niet onder kop, maar wel onder schot. Dat is een uitstekende paas van Van Hanegem. En Cruijff is erdoor. Cruijff is helemaal vrij voor de keeper. En het is 4-0. Cruijff speelt in die periode alle wedstrijden van Oranje. Want hij wil naar het wereldkampioenschap. Maar de premies die de KNVB betaalt, vindt hij veel te laag. In het algemeen zeiden de jongens, mannen, zou ik zeggen, moeten zeggen tegenwoordig, we krijgen veel te weinig geld. Als wij goed spelen, zitten de stadions vol. Allerlei mensen zitten voor de buis. En, Nu terugkrijgen, krijgt hem goed op maat. Kan doorgaan, de Nooren zijn daar even weggespeeld. Daar is de voorzet. Cruijff komt, schitterende goal van Johan Cruijff. Schitterende goal in de 7e minuut. Nu via Muren, nu via Krol. Drost. En plotseling Cruijff krijgt de kans en Hulshoff scoort. Nee, het is niet mogelijk. Wel degelijk is het mogelijk. Hulshoff heeft gescoord. Na een prachtig hakje van Johan Cruijff houdt Oranje de kansen op kwalificatie voor West-Duitsland in eigen hand. Er is nu nog één punt nodig. Dat moet gehaald worden in de laatste wedstrijd tegen directe concurrent België. Geleid door Cruijff krijgt Nederland kans op kans, maar het scoort niet. Vlak voor tijd is er een vrije trap voor België. Van Hiems neemt hem en Verheijen tikt binnen. Het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. Dat is het zeker niet. Oranje mazzelt en gaat naar het WK. Rinus Michels krijgt de leiding als supervisor. De KNVB sluit een contract met kledingsponsor Adidas. Cruijff ligt dwars. Hij heeft al zo'n contract met Puma. Adidas had zijn eigen kleding met drie strepen, zo op het arm. En Puma had er twee. Dus om geld. De KNVB biedt de spelers 25.000 gulden als de finale in München wordt gehaald. Maar de internationals, met Cruijff als woordvoerder, willen 65.000 gulden. Net als de West-Duitsers. Als dat niet gebeurt, zal er worden gestaakt. Nou, het was meer een dreiging, denk ik. Want iedereen wou heel graag naar die WK natuurlijk. Hollandio. Johan, het beroemde geldverhaal, hè? Daar gaan we weer. Dat is voor ons dus een hele eenvoudige zaak. Wij hebben dus met z'n allen een joint venture geaccepteerd. Dat wil dus in eenvoudige bewoordingen zeggen, je deelt in de baat en de lasten. Daar komt terug naar de tweede lijn hier. Rep is naar binnen. Cruijff buitenop. Rep is recht voor de goal. Nou, die moet de koppen van Gamma niet aan. Rutgol. Weer in de diepte van Cruijff. Een schitterende paas van Gol. Cruijff moet er wat mee kunnen doen. Schiet al snel. Half geraakt en half gemist. En terug. Ja, prachtig feest, kunst! 20e minuut, tweede helft. Cruijff. In de grote goal! Johnny Lefty! Cruijff. Deze voorzet geeft!
Wim van Aardig en komt in. Johnny Rebbie is er ook al met het hoofd en het scoort. Wim Jansen, Wim van Aardig en Carnavali is daar. En, oh, wat een doelpunt, hè. Wat een schitterende goal. Johan Cruijff wordt de hoekschop. Van de lijn al gehaald, op de inzet. Van de lijn al gekopt. Oranje logeert tijdens het toernooi in het Waldhotel van Hiltrup. De dag na de wedstrijd met de DDR is er onrust bij Cruijff en de andere spelers. Het gerucht gaat dat de boulevardkrant Bild een belastend verhaal over hen gaat publiceren. Nederland tegen Brazilië. De winnaar gaat door naar de finale. Cruijff is aangeslagen, maar toch scherp. We zijn ongeveer een half uur voor aanvang van de wedstrijd. Johan gaat even weg en die komt terug en die zegt: Henny, wat voor kleur kous moet de Braziliaan spelen? Ik zeg, die en die kleur. Hij zegt, hou je mond, ze hebben de verkeerde kous aan. Nou, de scheidsrechter roept beide ploegen op in de gang. 7 minuten voor de wedstrijd, noppencontrole. En Johan die zegt, scheidsrechter, verkeerde kousen. En die kijkt op zijn lijst en die zegt, je hebt gelijk. Nou, toen begonnen die Brazilianen te schelden. Want het was natuurlijk niet alleen dat je even andere kousen moet doen. Die spelers, die worden getaped door de verzorger. Over de kous heen. Dus wat moest er gebeuren? Die moest kapot geknipt worden. Moest weer andere kousen en opnieuw getaped. En hij zei, ik geef jullie 5 minuten. En Johan keek me aan en hij zei, zo is voor elkaar. Hij ziet alles. Dat is misschien een kans via Neeskens en Cruijff. Neeskens in het centrum. Cruijff, dan geeft de paas. En hij scoort! Hij scoort, Johan Neeskens! Schitterend gedaan! Rens de Brink. Stuurt daar Krol op links weg, dan komt de voorzet en de Cruijff is gehoord, het is goal! 2-0! Wat een juweel van een doelpunt! De finale is bereikt. De tegenstander is West-Duitsland. De Duitse pers heeft de zwembadaffaire opgerakeld. Of het daaraan ligt of aan een slepende knieblessure, Cruijff speelt minder goed dan de wedstrijden ervoor. Maar de openingsminuut is prachtig, met Cruijff in de hoofdrol. Zo lang de bal in bezit, dat is geloof ik al de 7e paas. Zo niet de 8e. Zonder dat er een Duitser aan de bal is geweest. Cruijff. En inderdaad heeft hij volgens mij de Cruijff gaat alleen door, wordt neergelegd. En het is een penalty in de eerste minuut. Ja! Ja, es war eine typische Cruijff-Situation, denn wir hatten gewusst, dass Johan Cruijff sich immer in die Tiefe anspielen lässt und dann durch seine Schnelligkeit hinterhergeht. Und wenn man genau hinschaut, war es auch kein Elfmeter. Das war nämlich vor dem 16er. Was, da kommt der Penalty von Eze, 1-0, wir leiden! 1-0 auf Leid, in de tweede minuut. Hier draait hij om Rijsbergen heen. En dan komt er een tackle van Wim Jansen. Ja. Hij valt maar al te graag. Breitner achter de bal. Schiet. Goal. Arie Haan. Kruijf. Hele goede versnelling had hij daar. Neergelegd. Goal. Natürlich, man muss auf ihn aufpassen. Und wir haben extra einen abgestellt, Bertie Vogts. Und ich glaube, wer gegen Bertie Vogts mal gespielt hat, der weiß, wie ekelhaft er sein kann und wie eng er einen Mann decken kann. Und er hat es ganz, ganz gut geschafft. Johan Cruijff kann man nicht ganz ausschalten, aber den seine Wirkungskreise etwas zu unterbinden. Und somit war der Sturm von den Holländern etwas lahmgelegt. Bono, aber der kommt von Dora, da ist der Vorschuss, da ist Müller, wieder mit dem Schiedskampf, Müller vor, 2-1. Zijn we er toch in getuigd? Zijn we er toch in getuigd? Is heel goed langs de man, hè? Verbazend goed, is daar is de voorzet. Gekopt, en gesteen! Ik wou zeggen, gescoord. Net niet. De schiet op rust nu ook op, maar het zit de baan. Maar er moet nog gespeeld worden. Nu gaat hij. Inderdaad. Jullie de bal hebben, de scheidsrechter heeft afgefloten en Duitsland is wereldkampioen. De sprong van Nederland is juist te kort geweest. Nou, je vindt het een zonde, maar alleen dan aan de andere kant, dan gegooid in mijn blote knieën het afgelopen is. Want het was onmenselijk zwaar. Na het wereldkampioenschap wordt George Knobel bondscoach. Cruijff zoekt vanaf dat moment zijn wedstrijden uit en meldt zich pas op het laatste moment. Zoals in 1975 voor een duel in Polen, waar Knobel de training stillegt om Neeskens en Cruijff te begroeten. Ik vond het een hele rare situatie. Dan had je beter kunnen zeggen van tevoren, we wachten tot hij er is en we gaan gezamenlijk trainen.
als dat je dan... Tsjechoslowakije eindigt in een rode kaartenfestival. Nederland wordt nog derde, maar Cruijff zit dan alweer in Barcelona, geschorst na een gele kaart. Jan Zwartkruis wordt nu bondscoach. Doel is het wereldkampioenschap in Argentinië. Cruijff geeft direct al aan dat hij zeker niet mee zal gaan, gezien de gebeurtenissen in 1974. Die heeft toen, ik kan het nu rustig zeggen, omdat het algemeen bekend is, die heeft toen aan zijn vrouw Danny moeten beloven dat hij nooit meer zo lang van huis afging en zich beschikbaar stelde voor zulke grote toernooien. Gebeurt op 26 oktober 1976 in de wedstrijd tegen België. Het is Cruijffs laatste optreden in het Nederlands elftal. Het wordt een afscheid zonder franje. Hij neemt de laatste hoekschop van de wedstrijd en dan is zijn interlandcarrière voorbij. Velen hopen dat Cruijff gebluft heeft en toch nog mee zal gaan naar Argentinië. Er wordt een actie begonnen. De door de Tros opgezette actie levert 40.000 briefkaarten op, waarin Cruijff bijna wordt gesmeekt toch af te reizen naar Argentinië. Als de postzakken in Barcelona worden afgeleverd, is Cruijff duidelijker dan ooit. Ik heb dus geen zin om al die soort dingen uit te leggen. Om de alleenvoudige reden dat er alleen maar weer discussies op discussies komen. En dat, daar heb ik niet zoveel zin in. Nee. Ik heb een beslissing genomen en daar blijf ik bij. Johan Cruijff speelde 11 jaar in het Nederlands elftal. Hij maakte 33 goals in slechts 48 interlands. De roep om een terugkeer van Cruijff in Oranje hield nog jaren aan. Cruijff was onwrikbaar. Oranje voor hem voltooid verleden tijd.